ik weer thuis en ik zal jullie even laten zien wat ik nou uiteindelijk gekocht heb bij de Primark. Als eerste deze leuke strandtas. We gaan binnenkort naar Griekenland, dus daar komt hij zeker van pas. Dan dit leuke jurkje. Die heb ik even gepast bij de Primark. Heb ik verder niet gefilmd, maar heel leuk jurkje, wel heel doorzichtig. Dus je moet er wel echt of je bikini eronder doen of anders huidskleurig ondergoed. Want deze bikini, die was dus in de sale. Ik vond hem wel heel leuk. Deze pyjama met hartjes, die heeft lange mouwen, maar het is wel heel dun. Dus je kan hem in principe nu ook prima aan. En het is heel zachte kwaliteit. Dit hemdje, is echt ook super mooie kwaliteit. Die was 7 euro. Die nachtjapon was trouwens 10 euro. Die tas was 8 euro. Dit jurkje was 17 euro. En als laatste heb ik deze portemonnee gekocht. Met de A van Angelique erop. Aan de achterkant kun je allemaal pasjes kwijt. En bovenin heeft hij een rits. Dus er zit alles veilig. Kan ook kleingeld in. En die wil ik meenemen op vakantie in die strandtas. Voor als we ergens gaan zwemmen. Want dan ga ik niet mijn goede portemonnee erin doen. En als deze weg is, nou ja, die was 4 euro, dus dat is niet zo'n probleem. Alleen moet je er natuurlijk niet te veel geld in stoppen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En wie weet zien we elkaar bij de volgende shoplog of vakantievlog of inpakvideo. Bye bye!